Wat we doen is het maken van muziek vergelijken met thema's die spelen in organisaties. No foolish dreams to make me cry. I'm never frightened or worried. You know I always get by. So I heat up. Vooral wat hij eraan heeft is dat mensen geïnspireerd raken en dat ze gestimuleerd raken. No, get me down. Gonna intake betekent dat dat ik een aantal uren samen met u om de tafel ga zitten om te kijken van waar komt het bedrijf vandaan, waar staan we nu en waar wil je naartoe. Om zo die thema's eruit te halen die we tijdens de show naar voren brengen. Dames en heren, Frank van Heijden. Je kunt denken aan de zorg, onderwijs, maar ook groothandel, financiële dienstverlening. Wat dat betreft hebben we in de afgelopen 15 jaar inmiddels een dwarsdoorsnede van alle organisaties van Nederland en ook wel in het buitenland hebben we dingen gedaan. Bij Muziek als Metafoor kun je je voorstellen dat wij allerlei thema's die spelen in organisaties, dat we die vergelijken met het maken van muziek en met dingen die je ook tegenkomt bij het maken van muziek. Dat wil zeggen, allerlei verschillende muzikanten, allerlei verschillende instrumenten en hoe laat je die op een goede manier harmoniëren en hoe laat je die goed met elkaar samenwerken, goed met elkaar samenwerken. Jongens, wat zijn succesfactoren om goede teams op te bouwen? Luisteren, enthousiasme, plezier, goede samenwerking, resultaat, betrokkenheid. Dat moet niet gekker worden, hè? Ja. En die passen beginnen meestal ook pas op te vallen als ze er een tijdje niet zijn. In één keer valt dan op hoe gedisciplineerd en wel ze de dingen gewoon verzetten. Ja, hele andere dan onze bassen, dat zijn onze trommels. En als je alleen al zo'n trommeltje hoort, hè, was het eerste waar je aan denkt. Als je zo'n trommeltje was echt het eerste waar je aan denkt. Maar waarom vraag je het mee? Zitten 400 anderen, niet? Weet je hoe ik mij voel? Ja! Wow! Wow! I feel good. You know that I would now. Oh yeah. I feel good. Wat we doen is, we pakken een aantal van die modules en dat wordt aangevuld met de informatie die we verzamelen uit de intake. Ja, zo ontstaat eigenlijk het maatwerk. Het allerbelangrijkste is dat juist jullie boodschap erin wordt verwerkt en niet zozeer dat wij nou zo nodig een boodschap hebben die wij willen verkondigen. Het is eigenlijk veel meer dat wij de boodschap die u heeft willen versterken. En daar is de muziekmetafoor natuurlijk een fantastisch instrument voor. So nice. So nice. 'Cause I got you.